it's not about us as DJ's. Ik zeg dat altijd en ik probeer dat ook altijd. Ja. Weet je wel, tegen Nick zegt, tegen iedereen om ons heen, it's not about us, it's about them. Hey. Nee. ja, deze plek betekent voor ons de reunie en ook Cybersex. Hier zijn we met z'n tweeën dus begonnen. Eigenlijk hierachter hadden we een stage gebouwd. Het was al een stage, was een oude kerk van hout gebouwd. En daar gingen we dus in, hadden we onze DJ-set, een XJ700, twee Yamaha-speakers. Met allemaal kabels verbonden door de bosjes, namen we het helemaal mee naar de woonkamer van Diekerhaven. Terwijl het ook hard regende en we hebben er heel hard voor gestreden, maar zo zijn we begonnen. Als de reunie zijn eigenlijk. We merkten al snel dat we gewoon alles samen gingen doen van schoolopdrachten, maar ook van het gewoon samen uitgaan elk weekend naar de school, eerste communie, spielraam, noem het allemaal maar op. En onbewust realiseer je dan achteraf gezien dat je heel erg samen je stijl aan het ontdekken bent. Ik denk dat een dansavond onder het genot van zo'n cybersex sexy is. Het is sweaty. Happy. Het is mooie mensen van binnen en van buiten. Mensen die ondertussen connecties leggen, maar die ook intertwinen op de dansvloer, op hoog tempo dansen met ups en downs in de sound, wanneer het wat rustiger wordt, maar wanneer het ook wat intenser wordt. En ja, just beauty on the dance floor. Ja. Cybersex zelf hebben gewoon eigenlijk iets, ze zijn iets begonnen, house op crazy high tempo. Wat gewoon altijd lekker is. Het is groovy. Het heeft een eigen gevoel erbij. En ze hebben gewoon eigenlijk gezegd van fuck what, weet je, fuck iedereen. En we doen gewoon precies ons eigen ding. En dat vind ik super dope. Ja, Cybersex ziet er voor ons in de toekomst wel goed uit, denk ik. We hebben al een grotere boeking door ook de Isabelle door jou. Staan nu ook. Volgens mij ook zelfs Australië kunnen we al verklappen. Dat gaan we dus in december gaan we een tour doen. Voor 2 tot 3 weken. Dat was echt insane. Ja, en hopelijk volgend jaar zie ik wel Panorama Bar. Zie ik wel gebeuren, denk ik. Ja. Dat is voor mij wel echt mijn volgende, dat is mijn big. Daar kijk ik wel echt naar uit. Ik vind het heel belangrijk om niet te vergeten waar je vandaan komt. Dus de kleinere events die je af en toe geeft. Of de artiesten die je af en toe een kans geeft. Ik vind het belangrijk dat het blijft. Dat je groeit, maar nooit vergeet waar je vandaan komt. En dat hebben ze. Dit jaar, afgelopen 2 jaar, is natuurlijk hectisch geweest. Maar dit jaar is het jaar dat ik ben gestopt met basketbal. Na 22 jaar spelen op hoog niveau. Dat is altijd een beetje spannend. Altijd een moment dat ik denk van oké, dit is een nieuw chapter in mijn life. En how to go further. Maar ik ben heel grateful, heel, heel dankbaar ben ik voor alle kansen die ik krijg. Zowel in Nederland, in het buitenland, over de hele wereld, zeg maar. Ik ben niet die type DJ die komt en gaat. Ik ben een type DJ die van de dansvloer komt. Dus voor mij is het ook heel belangrijk om te kunnen connecten met de dansvloer. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Dat ik die connectie kan voelen met de crowd. Dat hou je niet vanuit het DJ-perspectief. Dat hou je ook van DJ-perspectief. Maar je houdt het ook van just being there. Listening to others. En te kunnen connecten met de mensen om je heen. Daarom zeg ik altijd dancefloor. De dancefloor vibes gives me the most inspiration. Dit is voor mijn mening en mening van Kiara ook, is dit het mooiste cadeau wat ze heeft gekregen. Van mijn music family, van de mensen om me heen die dichtbij me staan. Dit is gewoon een heel persoonlijk cadeau geweest, wat ik echt denk van, wauw. Weet je, dus alle producers in onze collective van Eerste Communie, die hebben een nummer gemaakt voor Ojin. Een one out of one. Het komt niet uit, het is alleen wat Ojin op vinyl heeft. En wat ik digitaal heb. En dat is gewoon heel bijzonder. Elk artiest heeft eigenlijk een nummer gemaakt. En wat heel moeilijk is natuurlijk met een gevoel voor een kleintje. Dus ook, het is techno, maar het is wel, het heeft gevoel, het heeft diepgang. Ja, dat is gewoon bijzonder. Ook die cover is gewoon amazing, toch? Dat je gewoon ziet van, oké, Buildwerk Floss, René Wise, Ines, LVTL. Side A, Side B met een babytje, met een babybeer. Dat is echt cute. En de naam van mijn kleine. Hier achterop kan je de nummers nog zien hoe lang het duurt. Ja, dit is bijzonder. Ik was echt touched. En zij gaat later zeker, gaat ze dit op haar kleine vinyl spelen, gaat ze dit afspelen en denk ik van wauw.
Dus ja, die hangt boven de bed. Wij vinden dat voor Rolling Techno Maron wel echt de koning is. De koning is, ja. In the way van wat voor groove hij heeft met draaien en ja. Zijn stijl. Weet de je wel, dat ja. Vonden wij, was gewoon iets wat wij heel vet vonden om te zien. Mijn inspiratie met techno is gekomen vanuit Afro House en Afro Deep. En het is een Zuid-Afrikaanse genre wat komt uit de townships. En het is letterlijk het voetbal voor de Zuid-Afrikanen. Dit is hun droom. Out of the townships groeien en become like Black Coffee. En dit is eigenlijk het eerste moment dat ik kwam, waar ik in contact kwam met elektronische muziek. Dit begon in Hotel Arena. Sunny James Ryan Marciano, die draaide deze stijl voordat ze heel bekend werden in de EDM scene. Ze draaiden hele diepe minimalistische afro type of sounds. Dit is niet iets wat ik zelf wilde draaien ooit later, maar het is wel waar ik inspiratie uit haalde. Elementen, percussies, waarbij ik me heel erg connected voelde met het Afrikaanse ritme, het Surinaamse ritme, wat ook snel kan zijn, veel trommels, percussies. Dus daar is mijn inspiratie eigenlijk vanuit gekomen wanneer het gaat over het elektronische muziek. En was op een gegeven moment dus ook in de studiotijden, wat voor ons een hele belangrijke periode was, is het ook gewoon meerdere keren geweest dat Maron gewoon kwam en iedereen daar in de studio, die zag hem al echt een beetje als een grotere DJ, weet je wel. En dan zag je hem gewoon staan draaien voor, nou wat was het, 100, 150 ja. Man. Dat was gewoon fucking ziek, weet ja. Je wel. Het was gewoon epic. Van wauw, Maron staat hier te draaien in, ja. in een illegale omgeving. Kantoorpand. Weet je wel, in een kantoorpand. Dat was crazy. Ja, dat was echt vet. My sound, personally, that I like to push, really takes its roots and where I discovered parties and everything as a kid. I grew up in France, a bit in the countryside. And that's when I was about 16, 17. I was too young to go to clubs. And I think techno, with a CH, techno, as we know it, wasn't really that present around me. There was, but there was a lot of this free techno with a K, techno with a K, free techno, illegal rave scene going on in the area. And sometimes on a weekend, my friends and I would say, hey, we heard there's a free party happening in the fields. Let's take our bikes out there and have some fun. And that was really my first introduction to, I think, not the world of electronic music, but the world of raving, partying. And ever since, I've always been kind of searching for that feeling, which is what you hear right now, which is, I think, a very easygoing, silly, unpretentious sound that is still very hard. And yeah, if you've got a big row of speakers in front of you and you hear this, it's hard to think about anything else than the beat that you're listening to. So that's what I push. It's funny, this is not at all like what I grew up with. I grew up with ATB and Robert Miles, and my dad loves trance, so I incorporate that as well a lot. But this is really what I started hearing when I moved to Amsterdam 5 years ago, and when we started throwing parties. So it's really, it's an ever-evolving, like myself, I suppose. You know, you continue discovering new music, and yeah, I have too much ADD to not incorporate that also into what I play. So yeah, I never know what to expect. I mean, I squatted in ACTA with my boyfriend who lived in 3.3. I think it was after Spielraum, the Spielraum Weekender or something, that you snuck into an after party that we have there, had there, and then yep. You just never left. Right here, where we're standing right now. Yeah. I went up to Hannah, I said, hey, I'm going to come inside with you guys. Yeah, sure. This was a bit before the pandemic. Yeah, it was just a couple of months before, I think. Yeah. And I made some new friends that day, Hannah and a few other people from Stereo Loop that are still part of Stereo Loop. Rosa, Daniel,
And that was the beginning. That was the beginning of it all. So Radion has a very, very special place for me in my heart. Not just because it was the first club that I actually went out at, but also because in, I think, February, I was approached by Disturbia to play a 3-hour set here. And I was asked to open the main stage for them. My sound, I would explain maybe to people that haven't heard me play as maybe unexpectedly low BPM. I would say I'm evolving around 139, 138. I'd love to be surprising the crowd just like they have surprised me in many, many ways. And so yeah, I keep hoping to be able to do that. My dad is in the end the biggest inspiration for me in many ways. I've grown up with techno and house since I can think. Like, our house is packed in vinyl. Him playing places like Berghain and Panorama Bar and me witnessing it as from a very young age definitely also set my goals in a certain way. And in the end, his opinion is the one that matters most to me, because if he likes what I do, then I'm happy. So when I'm going to certain places to see some of my favorite artists, for example, I really go there for the music a lot of times, and I'm usually leaving this place so inspired, where I wanna be able to change that one person's perception on music the way they did with me, where I go and I'm just stimulated that I don't even know how to express what I've just felt. So what techno means to me is so many different things. First, it's a way for me to just release, but also being able to be recognized for my sound. Even though I know how important it is for example, female producers and DJs, or, you know, non-binary and queer people to have a stage, I still don't want to be booked just because I'm a woman, but I want to be booked because I can do this, and I want people to see me for more than just my gender. As much as I know that representation is important, and I do think we're going a good way, but definitely looking back at many parties and also just the history of techno, I see that definitely the cis male gender is dominating, and I love to see that change, and also having such powerful characters deserving the stage that they're being presented. It's just amazing to see and watch, and yeah, I hope to make them proud. Ja, in deze scene is het niet heel makkelijk om een vrouw van kleur en queer te zijn. Ook omdat je snel niet serieus genomen wordt. Tenminste, dat is mijn gevoel. Omdat ik misschien gigs krijg, omdat ik een vrouw van kleur ben en omdat ik queer ben. Maar daar draait het natuurlijk ook niet alleen maar om. Het draait natuurlijk ook om de techniek en wat ik er uiteindelijk neerzet. En dat is soms heel lastig, maar ik probeer me daar zoveel mogelijk van af te zetten, want uiteindelijk, de focus op jezelf is gewoon het belangrijkste. En het belangrijkste is gewoon dat je dicht bij jezelf blijft en andere mensen zullen dat voelen en dat straal je, of niet. Het moment dat ik zelf begon te draaien was toen ik eigenlijk nog aan het studeren was. Ik had zo'n kleine controller gekocht met de virtual DJ. En ik wou gewoon alle nummers die ik leuk vond bij elkaar plakken. Ik heb eigenlijk nooit zo in mezelf geloofd als het komt op hard work pays off. Ik heb ontzettend mijn best gedaan voor mijn studie, uiteindelijk niet gelukt. Dus met het draaien dacht ik ook van, het zal allemaal wel. Ik doe gewoon lekker mijn ding en hier en daar een huisfeestje, hartstikke leuk. Totdat je mensen voor je hebt staan en het publiek daar heel goed op reageert, maar ook feedback krijgt van mensen die al langer in de scene zitten van, wauw, dit is tof. En toen ging er wel een belletje rinkelen van, ja, misschien moet ik er toch iets wat mee gaan doen. Het allergrootste feestje in Amsterdam waar ik voor draaide was, dat weet ik nog heel goed, dat was in Radium, net toen de clubs weer open gingen.
ik kwam binnen en de club was bomvol. En ik liep naar de bovenkamer, bomvol. Natuurlijk de zenuwen, die zaten me tot hier. Maar dat was echt een geweldige avond. En iedereen heeft echt staan knallen. Van dansers tot DJ's. Lichtman, techniek, was top. Ik heb een plaatje gekozen van een resident van Pax Romana, Certi. Ik was onlangs bij zijn live set en het was super tof. En ik denk dat zijn producties eigenlijk super underrated zijn. Dus vandaar dat ik een plaatje van hem heb gekozen. Wat een van mijn favorieten is. Oké. Okay. Denk ik wel een hele belangrijke tijd voor mij als DJ. Het begon eigenlijk bij mij in de tuin. Hier hebben we wat vroeg in de ochtend gestaan met een draaitafeltje en wat mensen. Geen buren die er last van hadden. Nee. En toen kwam de reunie met hun studio waar ze ook hun eigen feestjes hielden. En dat werd steeds regelmatiger. En het werd op een gegeven moment een soort mooie community. Ik heb haar voor het eerst zien draaien op een reunie, illegale, op een kantoortje. En I was blown away. Echt, ik kon niet geloven wat ik daar hoorde. Het was zo, zo goed. En toen stond Jesse eigenlijk achter mij en hij was niet weg te slaan. En voor mij stond Fode te dansen. En na elkaar waren ze aan het communiceren van, dit must be good. Ik vind haar een enorm goede DJ. En dat komt niet alleen door de manier hoe ze draait. Of de manier hoe ze track selection heeft. Het is gewoon dat zij is gewoon geraffineerd in alles wat ze doet. En het komt met gevoel. Ja, Amber hebben wij samen leren kennen. Ook op de reunie eigenlijk. En toen zagen wij ook gewoon heel veel potentie in haar. En wij hebben eigenlijk sinds het begin een beetje meegenomen naar de line-ups. Vaak gewoon laten closen ook. Bijna elke editie stond zij gewoon de line-up. Ja. We hadden gewoon heel veel vertrouwen in haar, van je hebt gewoon iets magisch, weet je wel, in je sound. Ja, zeker de verschillende muziekgenres, die hebben zeker invloed op mijn huidige sets. Bijvoorbeeld, ik hou van Latin, daar zit vaak een beetje samba in. En soms komt dat in technotracks ook. En als ik dat hoor, denk ik van, ja, dit past bij mij. Ik moet zeggen dat het soms heel lastig is om tevreden te zijn na een gig. Ook omdat ik best wel perfectionistisch ben. Maar het moment dat ik zeg, ik ben tevreden en ik heb een lach op mijn gezicht, dan is als ik feedback krijg van het publiek tijdens mijn set, al is het wat gejoel of geklap, als ik mij comfortabel voel in de boot. Muziek is voor mij eigenlijk een soort dagelijkse therapie. Het ligt heel erg aan je mood. Oh, ik voel me een beetje down, ik ga dit soort muziek luisteren om je wat up te liften. Of ik ben heel erg happy, it's Friday, vrijmibo en ik luister allemaal cheesy top 40 muziek. Dus muziek is voor mij heel breed, maar ook gelinkt aan emoties. En ook als ik journal, in mijn journal schrijf, dan heb ik een bepaald muziek op. Wat mij dan heel veel kanten geeft. Dus heel meditatief eigenlijk. Ja, LNR is eigenlijk een beetje geboren uit de Nacht staat op. Het evenement waarmee we hebben geëist dat de lockdown voor nachtclubs in Amsterdam en in Nederland klaar was. We hadden op dat moment natuurlijk niet heel veel keus aan DJ's. Reizen was nog niet zo makkelijk. En eigenlijk hebben we heel veel lokaal talent gevonden.
Wat zich tijdens alle lockdowns natuurlijk allemaal in stiekem illegale reefjes heeft opgewerkt. En ja, dat was eigenlijk het perfecte moment om dat bij elkaar te brengen. En ja, dat ging eigenlijk zo ontzettend goed dat we daaraan vastgehouden hebben. En daar is uiteindelijk LNR Local Night Radion uit ontstaan. Überhaupt wat het doel van LNR sowieso al was, is eigenlijk kansen bieden aan jong talent. Maar ook om te laten zien dat je dus geen grote namen nodig hebt om kwaliteit te kunnen bieden. LNR for us is... It's everything. It's exactly the same kind of thing that we've always been doing. It's community driven. All of the DJs that even if we invite international DJs, they're also belonging to small collectives and they're really doing stuff in their hometown. I think that it's really everything. You have to nurture your local scene. Ik ben ook gegroeid hierin. Dus ik bied het ook aan, of ik hoop ook dat andere jonge artiesten dit ook kunnen zien. En dat ze de groei ook kunnen zien van meerdere artiesten die daar komen draaien. Dat het mogelijk is als jong talent om de kans te krijgen op een groter podium. Zonder daar veel, of laten we zeggen, zonder daar je integriteit voor te laten buigen. LNR is momenteel de showcase van, oké, wat is er in Amsterdam gaande als het nu aankomt op underground techno in ieder geval. Dat is wel echt het kaartje wat Radion nu kan afgeven met een avond als deze. Ik weet hoe belangrijk het is om een kans te krijgen. De kans bieden aan de jonge talenten en mensen die het verdienen, geeft mij zo'n voldoening. Want dat brengt mij terug in de positie waar ik vroeger was. En nu kan ik het anders doen dan hoe het toen was. Iedere avond in Radion en vooral ook LNR, dat zijn de mooiste avonden die er zijn. Wij zijn gewoon nu front runners wanneer het komt om lokaal talent bieden. Awakenings, die boek, die heeft nu gewoon een hele stage erbij gegooid met alleen maar talenten. Het was bijna zo dat op zo'n, nou laten we zeggen, groot festival als Awakenings... dat het bijna toch wel voelde alsof een soort van rave, een soort van intimate community vibe dat daar gewoon gecreëerd alsnog kon worden. En dat is gewoon sick. Dus als een Awakenings dat doet en inziet, dat betekent dat we als Amsterdam als stad, dat we daarmee bezig zijn. En LNR is daar het begin van geweest wanneer het gaat om clubs. Eigenlijk door het hele jaar heen is LNR gewoon echt een vaste waarde in ons radioprogramma geworden. En ja, dat is super tof dat je ziet dat mensen vanuit de community voor diezelfde community echt hele toffe dingen aan het doen zijn. I think that's why the Amsterdam scene is so strong, because the headliners are locals and they're friends. And yeah, we started over there on nothing. And here we are, playing ADE. En uiteindelijk is het ook een visie waar we zelf in geloven, dat lokaal we eigenlijk al heel veel in huis hebben. Dat we het niet verder dan dat moeten zoeken. Maar nu, 2-3 jaar verder, houdt het ons wel scherp met de jonge talenten van 2-3 jaar geleden. Hebben nu een grote carrière, worden in Berghain geboekt en in andere grotere clubs internationaal. Dus om steeds nieuwe debuterende artiesten te vinden die ook hele andere dingen doen dan... de DJ's van 2 jaar geleden. Radion is ook niet bang om risico's te nemen. En dat is zo mooi aan de rave scene. Dina van Systema zegt dat altijd heel mooi. Tijdens wat is er mooi aan een rave? Dat je bij een rave kan je fouten maken. En dat hoort daar ook bij. En dan een stapje hoger is dan in Radion binnen een event doen, omdat het winter is en je kan niet meer buiten raven. En daar dan te shinen. En dat dan toevallig de boeker van Awakenings hier rondloopt tijdens een LNR. En cybersex ontdekt. En dat het gevolg daarvan, Maron zei het ook al, een hele talent stage op Awakenings ontstaat. Ja. Verder niks meer aan toe te voegen. Ik heb altijd de motto van never forget where you came from. Deze gang, maar ik denk eigenlijk alle gangen in de clubs zijn ook een hele belangrijke plek op een of andere manier. Stel je gaat hier zitten, een hele avond, dan hoor je en de muziek natuurlijk altijd, maar je hoort ook de gesprekjes. Je hoort mensen elkaar ontmoeten, het leidt naar de wc, wat ook een heel belangrijk deel van de avond is. En
ja, de dansvloer is het centrale punt, maar ook de gangen en aan de zijkant, daar gebeurt superveel. En dat is echt wel deel van de clubcultuur met de rode lampen en alles. De eerste paar jaar, denk ik, toen ik de Amsterdamse scene leerde kennen en de Amsterdamse scene mij ook, was het best wel niet spannend, maar het is Amsterdam. Het is toch wel de where the magic happens als je van buiten Amsterdam komt. Ik draai graag wat mensen nodig hebben. Niet per se wat ze willen, want ik ben een heel groot fan van verhaallijnen binnen een DJ-set. En als daar eventjes wat trager voor nodig is, gewoon midden in mijn set opeens trager gaan draaien en een house track nodig is om vervolgens weer op te kunnen bouwen naar een track die gewoon even alle energie uit je kan trekken, omdat je je shirt uittrekt en als een gek begint te dansen, dan kan dat ook. Mijn residentie als Pax Romana is begonnen best wel lang geleden. Ik heb ooit iemand ontmoet. En Sebas is dat. En die, ik kwam hem tegen onderweg naar Vault Sessions Warehouse. En de laatste overigens, voor corona. En ontmoet, leuke avond gehad met z'n allen. En ik denk een maand later appt hij mij opeens, of via DM, van hey, wij organiseren een feest genaamd Pax Romana. Het is in dit thema en het lijkt ons super leuk als je hier kunt draaien. En mijn vriendin die zei tegen me, moet je gewoon doen. Het kan nooit kwaad. Dus ik zeg, oké, is goed. Ik doe het en ik kom daar aan op een illegale party. En het was ja, een van de donkerste illegale die ik ooit heb meegemaakt. Ik dacht echt, wow, wat is dit? De sfeer, de vibe, het was intens, het was sexy, het was goed, de muziek was goed. En de klik met het team was ook echt meteen daar. Vanuit daar ging het opeens allemaal heel hard voor mij ook. En toen ze mij laten vroegen om resident te zijn voor Pax Romana, super vereerd, blij, nog steeds tot op de dag van vandaag. Ik zeg het ook vaak genoeg tegen ze dat ik van ze hou en dat ik echt heel blij ben met die plek. Want ja, zonder Pax zag heel mijn carrière er wel anders uit, absoluut. Ja. Mijn leven in principe cirkelt gewoon om het hele nachtleven heen. En ik ben super blij dat ik met al die kleine dingetjes bij elkaar kan zeggen dat het mijn werk is. En ik hoop dat ik dat over een jaar nog steeds kan doen. En ondertussen misschien net wat meer gigs of wat vettere gigs kan meemaken. En heel veel andere mensen blij heb kunnen maken. Of het nou met werk is, of het nou met een boeking is, of met iets anders. Want als je heel veel kunt nemen, dan moet je ook een heleboel teruggeven. Ja, de echte, de Grace Dahl sound, zoals we dat noemen, is vooral heel percussief. Ritmisch, natuurlijk. Ik hou van heel veel dingen. Ik hou van hard groove, ik hou van hardere techno, ik hou van rollend, ik hou van hypnotisch. En ik ben eigenlijk een beetje op een punt gekomen waarbij ik dat allemaal kan combineren. En dat ik me niet meer per se gelimiteerd voel dat ik één bepaalde sound moet draaien, wil ik een signature kunnen bouwen. Dus daar ben ik heel blij om. Maar het is zeker powerful. Het is altijd powerful geweest. Dus al vanaf het begin. Ja, als we kijken naar het afgelopen jaar, dan is er heel veel gebeurd. Heel veel moois vooral. En inderdaad, ik zou wel kunnen zeggen dat het mijn jaar is geweest. Maar ik denk ook dat het collectief voor ons allemaal zo is geweest. Het voelt alsof het nu eindelijk weer echt een beetje van start is gegaan de afgelopen maanden. Een aantal hoogtepunten van het afgelopen jaar zijn een aantal all-nighters die ik heb gehad. Allereerst was mijn allereerste all-nighter vorig jaar september bij Vault Sessions in de bovenkamer in Radion. Ja, toen kwam eigenlijk echt de cherry on top en dat was mijn all-nighter in basis in januari. En toen heb ik 7 uur lang gedraaid, waarvan 1,5 uur ongeveer back-to-back met mijn vader. Ja, een moment die je voor altijd in je hart zal dragen. En ik hoop dat ik het ergens volgend jaar misschien nog een keer kan doen, samen met mijn vader. We'll be right back.
Als we het hebben over het verschil van voor de pandemie en nu. Ik denk dat er in ieder geval, ik weet dat dat niet overal zo is, maar in ieder geval in Amsterdam, en we kunnen het ook wel hebben over Nederland in het geheel, is er veel meer saamhorigheid. Er waren toen natuurlijk wel een aantal raves die plaats hebben gevonden. En ik heb het gevoel dat iedereen wat meer naar elkaar toegebracht heeft. En dat we elkaar echt gunnen en dit samen willen doen. Ja, de muziek die ik thuis draai is heel divers. Ook weer eigenlijk net als in mijn sets, wat dan subgenres zijn, is thuis echt gewoon compleet verschillende genres. Ik luister het allerliefst oldschool hip-hop. Ja, dus zoals ik aan het vertellen was, luister ik heel veel oldschool hip-hop in mijn vrije tijd. En daar is één van Public Enemy. Naast vele anderen. Maar dit is één van de weinigen die ik in ieder geval op plaat heb. Dus ik ga hem even opleggen. What Kind of Power We Got. En waar ik het meest obsessed mee ben is A Tribe Called Quest. Die heb ik al jaren op repeat. De Low End Theory album is gewoon constant op repeat. Ik luister vooral, ik weet niet precies hoe de genre heet, maar het is een beetje, ja, het is een beetje dat nieuwe R&B, een beetje jazzy, soul-achtige muziek. Ja, het verhaal, de history of me and Walt Sessions is, ja, is een lange. We kennen elkaar al, even denken. Inmiddels moet het zeker wel vijf à zes jaar zijn. En het begon eigenlijk helemaal, nog langer geleden, begon het met dat ik naar een van hun edities ben gegaan in Shelter. En ik weet niet wie er voor de rest nog op de line-up stond, maar ik weet wel Under Black Helmet. En die heeft toen echt bij me gebleven. En dat was een van de leukste clubervaringen. En ik was nog vrij jong. Maar ik wist wel van wauw, dit was echt iets anders. En ik weet nog dat ik toen tegen mijn vriend zei, als ik hier ooit één dag mag draaien, weet je, dat was toen hoe ik erin stond. Nou, toen bleef ik mixen sturen en ja, probeerde contact op te nemen. En toen bleven we contact houden. En toen heb ik een paar tracks gestuurd waarmee ik bezig was. En toen werd ik uitgenodigd om in de derde zaal van Warehouse Elementenstraat te draaien op hun weekender daar. En het was een fantastische ervaring. Wel heel jammer dat het gelijk daarna afliep. Maar dat is me zeker bijgebleven. En ook eigenlijk de laatste keer dat ik ooit in de Elementenstraat heb gedraaid. Überhaupt. En dat ik het ook heb kunnen bezoeken. Dus. Ja, dus dit is eigenlijk een bijzondere plaat voor mij. Het is de testpressing van Steph Mendesidis op het label van Walt Sessions. En die heb ik van mijn verjaardag gekregen. So I started DJing 2015 in Turkey when I was in one festival. My friends just like bring the controller and CDJs there and mixers. So we were doing in the festival with the hotel festival, we were doing the room parties. So I was already before playing at the home, but I just play with the front of the people that after party. And then my friends are just hear me that I'm playing good stuff for them. So they introduced me from the festival with the man who is making the Ableton School in Istanbul. So they were doing the caravan party in the garden. So they invite me there and then I play there. And then my journey start like this in Turkey. So this track is from my friend, is Kuhn. His DJ name is Flitz and producer, which is I like from him. Always I support him tracks because he's really good producer and DJ as well. And he's really good friend of mine from the Amsterdam. And this track name is Planga, his last EP. So I really like the track.
because of the inside is so much percussion and the organic, you can hear the organic sounds as well, like percussion, everything. When I came here in September, I went to my friend's house after the school night, just like I was playing with my laptop on the tractor. And I was open the 4 channel. I was mixing with 4 channel with my launch pad, or like we can say like mouse. Then 4 days came that house, and then they were dancing, drinking, and then just talking. And then 4 days just asked, who is this set? Who we listen right now from SoundCloud? And then my friend said, Beste is playing. And he really liked that moment, what I'm doing. And I think he thought that I'm talented. So he just wanted to introduce me with a friend of him, Jesse, so Maron. And Maron introduced me with Fred, from the owner of Orphic. So yeah, our connection is start like this. This year meant for me a lot, because this year really I can see myself also develop so much. And I really feel like, okay, where I want to be, right now, there I am. Of course, I can go farther. I want to go farther. Mijn allereerste feestje, dat was verknipt ADE. Nou, we zijn eigenlijk 4 vrienden van elkaar. Ik heb met hun 3 op school gezeten. Bodie heb ik later ontmoet. En ja, wij zijn eigenlijk samen met z'n allen een beetje in het feestwereldje gerold. En daar is eigenlijk ook de liefde voor de muziek uit voortgekomen. En het duurde niet heel lang voordat we eigenlijk begonnen daarmee daarna om met muziek maken. En dat is uiteindelijk uitgegroeid tot een collectief een beetje, als groep. Dus we maken eigenlijk gezamenlijk maken we muziek, maar ook op individueel vlak zijn we ook allemaal artiest. Indievelds is het collectief waarmee we muziek maken. Dat is begonnen als iets anoniems, omdat we eigenlijk muziek samen maakten. Maar we vonden het niet goed genoeg om het onder onze eigen naam uit te brengen. Dus dachten we, doen het anoniem. Want als het dan slecht is, dan worden we niet beoordeeld. Dan weet niemand van wie het is. Op een gegeven moment gingen we dat gewoon online zetten zonder te promoten. En dat liep dan uit zichzelf een beetje. En toen was het tijdens de pandemie wilden we ook feesten gaan doen, omdat er niks meer was. Toen gingen we een naam bedenken voor het feest. En toen hebben we eigenlijk gewoon het tweede gedeelte van het woord Andijvulch gepakt. Dus vulch. Dat is een niet bestaand woord. Dat betekent verder ook niks. Ja, ondertussen betekent het ons feest. Maar het woord zelf heeft geen betekenis. En zo zijn we vanuit daar feesten gaan geven tijdens de pandemie. Ja, na 2 jaar lockdowns en geen events waren wij er op een gegeven moment ook wel een beetje klaar mee. En toen besloten we gewoon om zelf wat kleins te organiseren. En toen zijn we in Almere onder de brug, hebben onze eerste rave gedaan. En dat was eigenlijk wel een succes. En vanaf toen zijn die events echt wel en de raves wat serieuzer geworden, denk ik. Ja. En op een gegeven moment ga je een keer naar een feestje toe en het wordt dan een technofeest. En dan ga je een keer een pilletje doen. En dan raak je verliefd op de muziek en toen werd het techno eigenlijk. Sindsdien nooit meer weggaan eigenlijk. Maar op een gegeven moment, toen ik denk rond 18 jaar of zo, toen, wat jij ook al aangeeft, toen ging ik een keer naar zo'n technofeest met vrienden. En dat had voor mij zo'n speciaal gevoel zat daarbij of zo. Ook omdat er gewoon de mensen die er waren, dat had gewoon een hele speciale vibe. Thomas, dat is ook de 5e member van Unifields, die is hier nu niet bij. Maar ik zat met hem in de klas en ik werkte met hem in een restaurant. En bij het afsluiten
zette hij altijd keiharde techno aan. Want dan ging het lekker snel, weet je wel. Het schrobben en zo. En in het begin vond ik dat allemaal maar niks. En hij bleef maar aandringen van, ga nou een keertje mee. En jullie gingen toen al allemaal wel een beetje naar feestjes en zo. En toen op een gegeven moment ben ik ook een keertje meegegaan naar Rotterdamse Reef. daar was jij bij en daar heb ik Bodie voor het eerst ontmoet. We begonnen eigenlijk allemaal met hard techno echt. En daar hebben we eigenlijk, wij als een duo gingen we dat ook draaien en produceren. Jullie waren er ook mee begonnen, maar die hard techno zijn we op een gegeven moment, ik denk vrij snel, na 2 jaartjes of zo, anderhalf, zijn we daar vrij snel op uitgekeken. Zo. Toen toch meer naar andere soort techno gaan ik kijken. Ik denk door Orvik, eerlijk gezegd. Omdat ook in Amsterdam er best wel veel mogelijkheden liggen, denk ik, om te groeien als nieuwkomer, zeg maar. En we hadden in het begin zijn we vaak naar Orvik, naar die DJ Nights gegaan. En daar ontmoet je dan ook weer allerlei andere artiesten, bijvoorbeeld Beste hebben we daar ontmoet ook. Sam hebben we daar ontmoet, Lars. Dus dat was eigenlijk echt een soort broedplaats voor talent en voor jongeren die met muziek bezig waren en een beetje in datzelfde wereldje zaten. Dit is een plaat van Sterak, Steve Rachmat. De titel is Nemek en het is een plaat die ons erg heeft geïnspireerd en die we alle 4 erg vet vinden. En deze stijl is ook nog veel terug te horen in onze muziek. En dan gaat het voornamelijk om die korte synth sequences. Ik zal hem even opzetten. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom ik ja zeg op een release. En bijvoorbeeld bij Antidote, dat is een release met alleen maar producers uit Nederland. Dat sowieso. En wij staan er met z'n allen op. Bijvoorbeeld Grace, die ook draait, die staat er ook op. En dan voel ik gewoon echt een connectie met de andere artiesten die erop staan. En dan voelt het echt als een soort gezamenlijk project van Nederlandse bodem, zeg maar. Eleanor is really like a friendly, lovely community for me. Like always, like deep on my heart. It will stay like this forever.